Ja, beste mensen, mijn naam is Gordian Ejiogu. En ja, theoloog van beroep. En laatste jaren doe ik heel veel dingen in de samenleving. Politiek, religie en sociaal en cultureel. En ik heb een boek geschreven die heet Mijn Droom op zoek naar een rechtvaardig en vreedzame samenleving. En het gaat om mijn droom voor de Nederlandse samenleving. Hoe wij met de spanning in Nederland kunnen omgaan. Ieder mens kan iets bijdragen. En het boek is bedoeld ook voor onderwijs, voor politiek, voor culturele, voor religie. Eigenlijk voor iedereen, voor gezondheidszorg. Totale pakket voor Nederlandse samenleving. En alles wat hier zich afspeelt. Ja, dat kun je niet allemaal in mijn boek verwerken, maar ik heb mijn best gedaan om de taboes en de spannende kwesties gewoon ter sprake te brengen. En met het boek hoop ik mensen te motiveren, te inspireren om zelf te gaan nadenken wat eigen bijdrage is. En wat eigen bijdrage zou kunnen zijn voor een ideale samenleving waar mensen rechtvaardig wordt behandeld, waar een vrede heerst, waar armoede en waar mensen omzien naar elkaar, maar ook waar je eigen vreugde en vrede en vrijheid kan hebben. Dus ik heb geschreven dat mensen bewust gaan worden over deze zaken. Wat kun je daaraan doen? Welke toekomst heeft mijn kinderen, die Nederlands kinderen zijn? Welke toekomst hebben ze hier nou in Nederland samenleven? En die kinderen zijn ook de toekomst van Nederland. En als wij nu niets aan doen, zullen ze deze spanning die wij nu zien, verder laten groeien, daarmee groeien. En ik denk zeker dat als wij niets doen voor hen, zullen ze ook de samenleving in de toekomst gaan verstoren. En ze ook kijken van, hé, dit is ons land en deze mensen komen binnen. Wie zijn ze? Hoe voelen ze zich? Wat doet onze levenswijze en referentiekader met hen? Wat hebben ze meegenomen? Hoe kunnen wij deze mensen ontmoeten? En wat kunnen wij van hen verwachten wat realistisch is? Mijn grote droom is dat mensen, dat dit een samenleving is waar iedereen zich thuis voelt. In de samenleving is wanneer je als de vrijheid voelt, de vreugde en de ruimte en de kans, voelt dat je kan zijn wie je bent. Rechtvaardig samenleven is wanneer je het gevoel hebt, indruk hebt dat je recht gedaan wordt in welke situatie dan ook.